tjingelei, tjingelei, op sa sa. Het huis dat wordt echt mooi, het huis dat wordt echt mooi. Het hoogste punt bereikt, het hoogste punt bereikt. Het hoogste punt bereikt, ja ja, van je tjingelei, tjingelei, op sa sa. Het hoogste punt bereikt. Het hoogste punt bereikt. Wat top, hè? Dat we hier eindelijk staan. Want we praten er al zo lang over. Wanneer krijgen we nou een nieuw huis en hoe gaat het eruit zien? Heel veel tekeningen gezien, heel veel cijfers gezien, heel veel bedragen gehoord. Dan doe je eigenlijk graag even je oren dicht. Maar goed, het hoort er allemaal bij. En we staan nu aan de buitenkant. En over een paar maanden dan gaan we wonen aan de binnenkant. En dat gaat er prachtig uitzien. Maar wat nog belangrijker is, is dat de reguliere bewoners die hierachter komen wonen, dat die ook de verbinding gaan maken. Het zijn immers wijkbewoners. Verbonden wijkbewoners. En dat is een hele goede stap, denk ik, voor iedereen. Maar er zijn natuurlijk nog meer verbindingen. Want ik heb ook al begrepen dat de zichtlijnen die in de wijk neergezet worden, die geven ook een verbinding. En dat gaat ook door in de soorten huizen, in de materialen die gebruikt worden. Die zijn, alles lijkt op elkaar, het is dezelfde bouwstijl. Dus het geeft aan dat het een eenheid is, dat het verbonden aan elkaar is. 1, 2, yo!